Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door MSC. What is up mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ben ik in het zonnetje. Ja, lekker. Vandaag iets leuks. Zoals je aan de titel kan zien, heb ik iets leuks voor jullie, namelijk een roomtour. Ik heb heel lang geen roomtour meer gedaan. Heel veel mensen vroegen mij van, yo Shaquille, wat is allemaal veranderd aan je kamer? Er zijn veel dingen veranderd en die ga ik nu met jullie doornemen. Er zijn niet heel veel dingen veranderd, maar er zijn wel nieuwe dingen bijgekomen. En als jij al mijn andere versies wilt zien van mijn kamer, check dan even de beschrijving, want daar staan al mijn versies van mijn roomtours. Dus we gaan beginnen. Let's go. Nou, om te beginnen, als je de kamer inloopt, ik dit hier. Dit zijn allemaal foto's die ik heb gekregen. Deze heb ik gekregen van deze jongen. Ja, echt fucking dope. Van Daan eigenlijk. Dit zijn allemaal, dit is de squad en noem het maar op. Deze heb ik gekregen van Bobby. Eigenlijk mijn hele vriendengroep. Dit is eigenlijk de hele vriendengroep. Dus ik en Romane, Jelle en ik en Romane en Ricardo. Dus de hele groep. Hier heb je nog meer mensen. Even kijken. Ja, heel veel mensen in ieder geval. Heel veel vrienden. Dit moet ik nog even een plekje voor gaan vinden. Maar ik denk als ik een nieuw huisje heb, dan ga ik die sowieso ophangen. En dan zou je denken, huh, nieuw huisje? Ja, ik ben op zoek naar een huisje. Of in ieder geval een appartement voor mezelf. Want dingen gaan heel erg goed met mij nu. Daarvoor check even mijn Instagram, mijn Twitter, want daar leg ik deels alles uit. Einde van de maand meer informatie daarover. Nou, dan heb je dit en denk je, oh Shaquille, what the fuck is met je setup gebeurd? Nee, dit is een soort van edit hoekje voor als iemand komt editen. Shaquille, edit jij nou je video's niet zelf? Jawel. Of die zijn gewoon hier aan het gamen. Dan heb je hier een MSC laptop aangesloten aan een LG beeldscherm, koptelefoons, een muis van Razer. Deze is by the way van Jaden. Deze is ook van Jaden. En ja, hier game tijd. Dus soms als ik aan het livestreamen ben, dan zit hij hier en dan gebeurt hier alles met hem. Dit is dus een hoekje. Dit is een soort van nieuw, want dit was er niet. Want deze kast stond eerst heel anders. Stond eerst tegen de muur aan. Maar dat is dus niet zo meer. En dan gaan we naar mijn gedeelte. Dit is gewoon studio foam. Het is studio foam. Het studio foam houdt het geluid voor mij een beetje in bedwang, want ik heb natuurlijk ook buren naast mij en die horen het geluid wat minder, of ze horen het helemaal niet, want mijn buren hebben nooit geklaagd over mijn geluid, dus daar ben ik heel erg blij mee. Een softbox die het op dit moment niet meer doet, want Daniel heeft hem laten vallen, thanks Daniel. Hier zitten nog geen lampen in. Heel stupid. De airco als het een beetje warm is voor in de zomer. Een bank om mee te chillen. Koelkastje. Heel nice. En een lamp. Dit is heel nice. By the way. Ik kan dat laten zien op mijn telefoon. Heel mijn huis zit vol met lichten. En met lichten wil ik zeggen, alles in mijn huis is bestuurbaar. Dus als ik bijvoorbeeld nu het uitdruk, dan zou die uitgaan. En als ik hem weer aandruk, dan gaat hij weer aan. Dus niet alleen deze lamp, maar ook de lamp hierboven. En deze lamp, dus als ik hem hier uitzet, pap, dan gaat hij uit. En deze gaat ook weer aan. Dus door mijn hele huis. Het is in een woonkamer, het is in mijn slaapkamer, in de studio, dus dat is dus hier. De keuken en mijn moeder de slaapkamer. Dus alles kan ik besturen. Ook als ik geen wifi heb of whatever, hier in huis, dan kan ik het besturen. Dus dat is heel chill. En dan komt het mooie zware geschut, want dit is mijn stekkie. Dit is de studio, hier gebeurt alles. Je ziet nu dat meneer... Wie is nu aan het hosten? Midnan. Ik ben nu Sam aan het hosten. En ja, hier gebeurt alles. Een Maxonomics stoel van AT Gaming. Dat is een e-sports team. Die heb ik van hun gekregen. En dit kennen jullie allemaal wel. Dit is eigenlijk hetzelfde gebleven. Hier heb ik nog, even kijken, mijn compressor. Hier maakt het geluid wat net ietsjes mooier dan wat het is. Een PlayStation met de nieuwe FIFA 18. En eigenlijk, ik speel nooit meer eigenlijk op een PlayStation. Wat ik heel jammer vind, want dat moet ik eigenlijk wel weer gaan doen. Maar dat dus. Ik heb een Wii U. Dankzij jullie, de mensen die hebben gedoneerd tijdens mijn livestreams. Dit is de setup. Hier heb je drie BenQ schermen. En het leukste van alles is nu,
Alles zweeft. Vroeger, dus in mijn laatste video's, waren er allemaal van die standaardjes. En dit zweeft allemaal. Dus dat is fucking nice. Ze zitten namelijk op een standaard. En die standaard kan je namelijk hier zien. Dit is een standaard. Die zit vast aan mijn bureau. Hier beneden, zoals je kan zien. Klein beetje inzoomen voor je. Hij zit aan één paal. En wat ik zo tof vind aan deze, is... deze kan ook bovenaan vast. Dus... eigenlijk alles zit vast. Dus als ik het nu beweeg een beetje, zie je ook dat alles mee beweegt. En zijn 24 inch beeldschermen, dat is een widescreen. Ik weet nou niet hoeveel, wat de ratio daarvan is, maar het is er wel. Dit is heel nice. De laatste keer dat ik heb gestreamd, heb ik ook deze camera gebruikt als facecam. En ik heb hem hier namelijk op vastgezet. Dus als ik hem nu een klein beetje omdraai en dan hier zo vastzet... en hoor je, en ik ga zitten, tada, dan kan ik dit gebruiken dus als facecam, dus heel nice. Wat betreft studio componenten zijn heel easy, ga ik je nu even uitleggen. Wat heb ik allemaal in petto? Nou, dit is mijn Shure SM7B, dit is een studio microfoon, een groot membraan. Of ja, ik weet niet eens eigenlijk of deze een groot membraan is. Anyways, het is een studio microfoon. Deze is super goed. Als je een goede compressor eroverheen gooit, dan klink je eigenlijk beter dan ik. Maar ja, dit is dus de microfoon waar ik de hele tijd in praat. Een hele makkelijke standaard van Depp Audio. Dit is de mengpaneel. Dus alles komt natuurlijk in de microfoon en die gaat dan naar de mengpaneel toe. Nou, dit ben ik. Dit is schuifje 1, of ja, 2 voor nu. Hier regel ik al mijn geluid in voor mijn microfoon. De PC, dus mijn game PC. Dus als ik bijvoorbeeld deze nu omhoog zou zetten. Ik heb nu meneertje Sam Yo, nu okay. Gemute. Maar dit is dus Sam. Let's go. En dit is de tweede PC. Want ik heb een twee setup PC staan. Want ik heb een game PC en ik heb een stream PC. Dat is dus de game PC. Niet op mijn cable management letten. En dat is de tweede PC. Dus dat is de stream PC en dat is de game PC. En alles wat op de middelste beeldscherm wordt gedaan, wordt geprojecteerd bij de livestream op mijn middelste PC. Dus als je bijvoorbeeld dat nu ziet gebeuren, alles wat hier zo gebeurt, zie je op de middelste beeldscherm. Dus als ik hier zou gamen, wordt het gecaptured door de middelste beeldscherm op mijn stream PC. Dat is eigenlijk de audio, dan heb je geluid en dan moet het natuurlijk ergens naartoe gaan. En dan heb ik dit kleine mooie kastje. Dit is de Focusrite Scarlett 2i4. De 2i4 staat voor dat ze meerdere inputs hebben en outputs. Dit is namelijk de twee inputs die van mijn mengpaneel afkomen. En dan heb je nog achter een paar MIDI-ingangen en ja, noem het maar op. Dit is een soundcard die gebruik ik om mijn geluid via een USB-poort in mijn PC te krijgen. Nu heb je nog dit standaardje of afstandsbedieningetje. Dit afstandsbedieningetje is niet voor de lichten die ik hier kan besturen, hier boven mij en hier. Maar die zijn namelijk voor de LED aan de muur. Waarom heb ik dat gedaan? Ik dacht van het is wel een mooi effect als ik deze aan heb staan tijdens mijn livestreams. En natuurlijk kunnen ze allemaal op andere kleurtjes en zo. Ze kunnen op wit, ze kunnen op blauw, groen, noem het maar op. Ze kunnen ook springen op alle andere kleuren en noem het maar op. Dit heb ik gedaan om een beetje meer sfeer te geven aan mijn studio. Als ik een eigen studio heb, of in ieder geval een eigen appartement, ga ik hem zeker verbouwen. En dan ga ik het echt helemaal maken naar hoe ik het wil hebben. Hopelijk in 2018 heb ik mijn eigen appartement. En dan krijgen jullie niet een roomtour, maar een hele house tour. En dat wordt ook heel sick. Ik kan nog helaas niks zeggen wat ik allemaal ga doen. Na het einde van de maand. Ik ben wel echt freaking hyped ervoor. Ik hoop dat jullie daar ook een beetje klaar voor zijn. Nou, ik mis nog iets. Ik heb niet alleen hier in mijn studio apparatuur. Want ik heb hier twee pc's staan. Ik heb hier een laptop staan. Ik heb hier heel veel spullen staan. Maar ook beneden in mijn woonkamer heb ik een GameStation. En die is namelijk van MSC. En daar gaan we nu even naartoe. En dan hebben we het over dit mooie dingetje. Het is een hele, maar dan echt een hele compacte... hoe kan je het zeggen, een hele compacte PC als je heen en weer wilt gaan, maar toch de beste graphics in je PC wilt hebben.
Dit is namelijk de MSC Trident. Er staat VR. En dat is dus ook het ding wat MSC met deze PC heeft gedaan. Deze is VR ready. Aan de rechterkant heb je namelijk een ingang voor VR. En deze wordt heel vaak gebruikt voor VR games. Ik heb helaas geen HTC Vive of een, hoe noem je dat? Een Oculus Rift. Die heb ik helaas niet. Want ik ben nog niet echt zo van de VR games. Maar wat ik hier nu beneden game is onder andere FIFA 18 of een GTA 5. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrienden eventjes, als ik niet naar boven wil gaan om te gaan gamen, dan gebruik ik dit mooie ding. En het is een bakbeest, dat zeker. Want er zit namelijk een GTX 1060 in. Intel Core i7 zit erin. 8 GB RAM geheugen. Je kan de maximale wat je erin kan zetten is 32 GB. Dat zijn allemaal DDR4, 1 terabyte harde schijf zit erin en een 256 gigabyte SSD zit erin. Dus ja, het is zeker een bakbeest dingetje. Een GTX 1060 en een 8 GB RAM. Hier kan je gewoon een hele goede game op spelen van PUBG, want PUBG trekt heel veel. Ik vind het heel jammer, want ik kan deze helaas dus niet in mijn setup plaatsen. Waarom niet? Deze kan je namelijk niet uitbouwen. En wat dan weer jammer is van dat ding, is dat hij maar 2 outputs heeft. Dus hij heeft 1, hoe noem je dat? Niet een SD. Hoe heet dat witte? Hoe heet dat witte? Niet VGA, maar dat witte. Je weet vast wel wat ik bedoel. Hij heeft 1 uitgang van zo'n witte en een HDMI. En dat zijn maar 2 outputs. En ik heb 3 beeldschermen, dus dat gaat een beetje moeilijk. En met een 1060, ik weet nou niet of het nou zo slim is om dan te gaan verdubbelen dat je 3 beeldschermen kan krijgen. Ik zou hem heel graag in mijn setup willen zetten, want ik heb zelf nu als PC, ik heb hem zelf gebouwd, heb ik nu een GTX 770 in, een 770. Ja, deze zit er 1060 in, 8 GB RAM. Ik heb zelf 16 GB in mijn PC, maar ik heb eventjes PUBG op deze gespeeld en nou, ik haal alleen maar 60 plus frames hiermee. En dat is sick, want op mijn PC gaat hij nog wel eens naar beneden, naar de 40 of zo. Niet alleen krijg je bij de PC een mooie tas, maar je krijgt er ook een controller bij van SteelSeries. Zoals je ziet, hij is best voor VR. En hij lijkt heel erg op een, hoe noem je het? Een Xbox controller. Je krijgt er een hele mooie tas bij die een beetje eruit ziet als de camo van de MSC PC. En dat is super nice, want deze kan je dan bijvoorbeeld meenemen naar tournaments als je hem heel nodig hebt of je wilt hem gewoon meenemen naar een vriend. Als je ergens gaat slapen en je wilt ergens gaan gamen, dan is deze tas heel geschikt daarvoor. Ik heb hem nog niet uitgepakt, maar hij ziet er wel heel dik uit. Dat wel. Beneden heb ik helemaal een game setting en boven ook voor vrienden die spelen. Ik neem hem soms ook gewoon, als ik 3 mensen in huis heb, dan neem ik hem gewoon naar boven en dan zet ik hem neer. En dan ga ik gewoon met de mensen spelen die gewoon aan het chillen zijn hier. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je nog vragen hebt, stel ze dan beneden in de beschrijving. Nou, niet in de beschrijving, maar in de reacties. Ik ga mijn best doen om alles in de beschrijving te zetten wat betreft waar ik het heb gekocht, hoeveel het kostte, hoeveel kost zou ik niet neerzetten, want dat verandert wel steeds. Maar ik ga wel zeggen waar ik het vandaan heb en hoe alles heet en zus en zo. Vond je deze video leuk? Druk dan even het blauwe duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dan zeker het subscribe knopje klikken, want dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video heb. En dan spreek ik je de volgende keer bij een nieuwe video. Ja, doei!